Een update dus over mijn epilepsie. Zoals beloofd, zoals het linkje al vertelde. Door de epilepsie heb ik dus van momenten dat ik wegval. Een zogeheten absence. En om die absences te beperken of zelfs tegen te gaan, slik ik daar medicijnen tegen. Ik heb nu een geweldig medicijn gevonden wat mijn aanvallen weghoudt. Dat is namelijk Vinpat. En deze heeft ervoor gezorgd dat ik nu alweer 2 maanden aanvalsvrij ben. Dus dat is helemaal te gek. Helaas het nadeel zijn de bijwerkingen die ik ervan ervaar. Ik laat jullie ook een filmpje zien waarbij ik laat zien wat het meest vervelende ervan is. Kijk maar even met me mee. En nu zit ik op zo'n moment dat het wat erger is dan normaal. Ik voel me heel draaierig, heel moe, net of ik een band om heb. Ik moet enorm moeite doen om mijn ogen open te houden. Ik heb de neiging om naar achteren te vallen nu. Nu val ik naar voren. Nu weer naar voren. Ik merk ook dat ik wat kortademig ben. Nu zie ik vlekken voor mijn ogen. Staan kost veel moeite. En ik ben gewoon heel wankelig. Nou ja, dit is een beetje om jullie een idee te geven wat er met me gebeurt op momenten dat ik heel moe ben. Nou, kan je je voorstellen dat het best beroerd is als je af en toe wankel op je been staat en eigenlijk als een zombie over straat loopt. Ik hoop dat de bijwerkingen minder gaan worden. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. En heb je vragen aan me, stel ze gerust. Vooralsnog zeg ik bye bye en tot de volgende keer maar weer.